Satisfying zondag! Satisfying zondag! Satisfying! Wow, yeah! Satisfying! 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 Oh my god, holy shit! Ik zie de reacties nu al voorbij komen. Ah, oh, je hebt het gestolen van Jeremy! Maar dat is helemaal niet waar, behalve Satisfying. Maar dat vond ik gewoon leuk om te doen, want hij heeft Satisfying en uns. En als je geen idee hebt waar ik het nu over heb, dan... Hey, welkom bij deze video. What's up? Yeah, zin in. Oh my god, holy shit. Maar voordat we naar Satisfying video's gaan kijken, wil ik even een shout-out doen naar de serie Millennials. Dit is een serie op het YouTube-kanaal van Comedy Central. En daarin maken ze dus sketches over millennials. En mocht je niet weten wat millennials zijn, dat zijn zeg maar mensen die geboren zijn tussen 1980 en 1995. En zoals velen van jullie weten, ben ik soms heel slecht met dingen uitleggen. Dus hier hebben jullie even een klein stukje van de serie. Berend, betaal gewoon en stuur een tikkie met je kleine pik. We delen door 3. Kaolo Shinshen. Stuur ons gewoon een tikkie. Door 3. Stuur een tikkie. Door 3. Een fucking tikkie. Door 3. Jongens, ik heb ook echt andere klanten die ik moet helpen. Wow, cliffhanger. Cliffhanger. Nou, wil jij zien hoe dat verder gaat? Dan kan je op het linkje klikken in de beschrijving. Plus, dat is niet de enige aflevering. Ze hebben er veel meer. Dus ja, wil je er meer van zien? Ja, kijk gewoon even op het kanaal van Comedy Central. En dan gaan we nu verder met Satisfying. Ook wel bekend als... We gaan gewoon Satisfying video's kijken. En volgende week zondag doe ik waarschijnlijk iets anders. Dus... Nou, daar gaan we, jongens. Oef. I really like the details of Studio Blink Food. Okay. Wow. Yeah. Satisfying. My perfect stretch bed sheet. Oh damn. Yeah. Ik snap wat hij bedoelt hoor. Dan ben je je bed lekker aan het opmaken. En dan heb je zo mooi strak kunnen leggen. En dan ben je gewoon echt trots op jezelf. Weet je wel. Dan kan je gewoon echt tegen jezelf zeggen van. Damn, you did it boy. Of girl, ligt eraan wat je bent of dat daartussenin zeg maar. Maar dan kan je gewoon trots op jezelf zijn. Dan wil je jezelf gewoon bijna een diploma geven. Maar ja, je doet het niet, maar het kan wel. Oh my god, dat valt zo perfect uit elkaar. Oh, holy, ik wil het nog een keer zien. Dit valt echt zo ontzettend perfect uit elkaar. En... Oh my god, dat is... Wauw. Ik wou dat dit met elke boom gebeurde, maar helaas niet. Anders ging ik sowieso, mocht YouTube niks worden, een boomzager worden of houthakker of hoe je dat ook wil noemen. What? Oh my god. Is dat een lock screen? Holy shit, dat is vet. Oh my god, ik wil dat ook hebben. Holy shit. Het lijkt net alsof die L pootjes heeft. Oké, dat is cute. Building a house of cardboard. Okay, show me how you are making this. Oh my god. In het begin dacht ik, oh, dit ziet er echt gewoon heel retarded uit. Maar het begint er steeds mooier en mooier en cooler uit te zien. Yo, is dat klei wat ze nu toevoegt? Ja, dit is vet. Holy shit. Tada! Oké, dat is oprecht dope. Ik wou dat ik dat kon. Maar nee, het enige wat ik kan is filmpjes maken op het internet. Oh shit, die hele weerspiegeling van die zon zo, oh dat is echt vet, dat lijkt net één straal. Ja, dat is vet, dat is dope. Ja, dit kan natuurlijk ook niet missen. Al het eten wat heel netjes staat en binnen een paar minuten is het helemaal weg, helemaal kapot. Omdat dan heb je van die vieze stinkklanten, die pakken dan daar de chips en die leggen dan weer bij de verkeerde chips neer. Of die pakken een potje pindakaas en leggen bij de chips neer en het is verpest. Maar voor nu ziet het er goed uit. Waarom staat hier trouwens advertising 8 online dating sites die daadwerkelijk werken? Waarom krijg ik dit als advertentie? Of course heb ik dat weer. Of course, why not? Holy shit. What? Dat zijn echt... Oh my god. Ik vind viaducten altijd zo ontzettend vet, hè. Altijd als ik met een auto onder een viaduct rijd, dan denk ik... Oh, ik wil het zo graag met een drone van boven zien, maar... Ja, dat is illegaal, dat mag ik niet doen. Maar als je dan ook dit ziet, dan denk je... Ja, en nee, daar krijg ik wel een pinkie van, hoor. Oh, dat is van dat magnetische spul wat je erop doet, of zo. Of in ieder geval, dat gaat zo... Punten, dat is zo vet. Dat wil ik ook nog een keer kopen. Oh, kijk ook hoe smooth hij zo... Oh, dat rondje. Ja, lekker. En dan nog een keer. En dan... Ja, kijk dat rondje. Ja, dat is lekker. Dit is goed. Heerlijk. Ja. Koekjes. Ook altijd goed. Holy shit. Maar hij of zij doet het ook perfect op het randje gewoon. Oh, ja. En natuurlijk nog even helemaal netjes invullen. Ja hoor. Kijk dan. Perfect dit, joh.
Huh? Wat? Hoe werkt dit? Hè? Oké, ik probeer dit te snappen, maar... Waar loopt hij in? Wat is dat? Gelatine of zo? Of... Huh? Hij loopt daar doorheen, maar... Het... Huh? Mind blown! The organization of these leaves. Oh my god, iemand heeft gewoon letterlijk de moeite genomen om van elk blad dezelfde kleur te zoeken en een andere kleur en dan... Ja. En waarschijnlijk 5 of 10 minuten na het maken van deze foto... Woesh en wind kwam en alle bladeren waren weer verspreid en weg. Maar het is wel tof. Het is wel dope. Vet, hé. Vind je dit ook vet? Doe dan een duimpje omhoog. Bij de 5000 likes doe ik iets. Ik weet niet wat, maar doe ik iets. Verzin maar wat in de comments wat ik moet doen bij 5000 likes, oké? Okay? Ja, dat is ook satisfying. Dat is zo chill creepy tegelijkertijd als je dat ding op je hoofd hebt. Je moet het gewoon een keer in je leven hebben geprobeerd. Ja, een lekker gummybeertaartje. Ziet er goed uit hoor. Lekker. Oh, deze heb ik gezien. Dit is zo apart hoe dit werkt. Door de trillingen van die viool maakt hij dus die vormen ofzo. Heel apart hoe dit werkt. Ziet... Hoe werkt dit? Ik snap niet hoe dit werkt. Ik vind het echt apart. Ik wil het eigenlijk zelf ook een keer proberen, maar dan moet ik 1 een vioolding hebben en 2 dezelfde soort plaat wat er heeft en rijst. Weet je hoe duur rijst is? Dat is echt ongelofelijk. Oh my god, dat is echt precies zo'n rondje zo. Dat... Ja, hier kan ik wel uren naar kijken hoor. Stel je bent gewoon in Zwitserland of zo, je hebt een mooi riviertje, je ziet dit urenlang. Je pakt gewoon een stoeltje bij, je gaat op de brug zitten of zo waar je dit kan zien. En dan zit je daar gewoon lekker zo. Bak je chips pak je erbij. Je pakt wat popcorn of zo bij. Een glaasje melk pak je erbij. En dan zit je dan gewoon hier naar te kijken. Ja, ik zie het voor me. Good shit. Oh. Oh. Zo, dat was. Oh, Jesus. Knoopje, ga los. Ga los. Waarom gaat dit stinknoopje niet los? Oh my god, Jesus Christ. Ja, nee, gaat goed hoor. Ja, nee, gaat prima. Nou, ik ga weer... Nee, ik... Stop. Ik ga weer filmpjes kijken, ja? Ja, Luna, nee. Nee. We gaan satisfying filmpjes kijken. Nee, Luna, nee. We gaan zo spelen. Nee, we gaan zo spelen. Nee. Ja, top. Dit is zo slecht. Dit is zo... Zij zijn het doen. Ze zagen een boom. Oh, beter valt hij wel de goede kant op trouwens, anders is hij fuck. Oh, daar gaat hij! Pum-pum-pum-pum! Holy shit! Holy shit, echt perfect intussen door. Dat is echt insane. Ja, die man die mag blij zijn. Hij mag super blij zijn. Holy shit. Oh, dit. Dat is toch skinny dip of zo? Dat is zo satisfying. Heerlijk. Oh, en een automatisch balletjesysteem. Ja, heel top. Nee, dit is een automatisch kleurensysteem. Ja, nee, nu zie ik. Hier, let op. Die groene die gaat helemaal naar achter, hoor. Kijk, hop. Hop. Hoppa! Ja, wauw. Oké, cool. Oh my god, ze doet... Allemaal hetzelfde. Ho. What? Bro, hoeveel moeite. Yo, dit is insane! Hoe kunnen ze dit allemaal zo synchroon allemaal doen? Dit is. Oh my god, waar is dit? Dit is waarschijnlijk in Japan of zo, volgens mij. Oh my god, dat is zo. Dat's. What? Dit zal ik zo graag ook in het echt willen zien, hè. Het lijkt me zo vet. Zo synchroon allemaal. What the F, dude. Oh my god. Dit is gewoon bizar. Holy shit. Ja hoor, het past precies. Heerlijk is dat als iets gewoon precies in de doos past. Kijk die blije kop ook. What the F. Maar volgens mij kijkt hij hier ook niet eens naar. Hij doet het gewoon op gevoel.
Damn, dit is insane. En het is ook gewoon allemaal zo... Yo, ik doe dit er niet naar. Ik wil dit ook kunnen. Als ik een ui ga snijden, dan is het altijd... Oh shit, het glijdt in één keer weg de bovenkant. En in één keer is mijn ui door midden of zo. Vooral zeg maar bij dat laatste stukje, weet je wel. Dan wil je het laatste stukje snijden en dan... Woets, glijdt het bovenste schillaagje er volledig vanaf. Huh, wat is dat? Het ziet er zo cool uit, maar ik wil weten wat het is. The vibration in this water. Oh, dus het is waarschijnlijk water en dat wordt met muziek of zo en dan gebeurt... Oh, wauw. Ja, nee, dit is vet. Nee, dit vind ik een goed afsluiter hoor. Dit is... Dikke vette duim omhoog. Ja, dit was dan Setsun voor vandaag. Voor deze keer, voor waarschijnlijk altijd. Maar vond je dit nou een leuke video? En wat ben ik aan het... wat ben ik aan het doen? Maar vond je dit dus een leuke video? Dan weet je wat je moet doen. Dan kan je een duimpje omhoog doen. Bij de 5000 likes ga ik iets doen waarvan ik zelf nog niet weet wat ik ga doen. Dus laat iets leuks achter wat ik moet gaan doen bij 5000 likes. En dan bedank jullie voor het kijken. Abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En druk op het belletje om een melding te krijgen wanneer ik een video upload. Maar jullie weten wat er gebeurt als je niet op het belletje hebt gedrukt. Want ik krijg deze hamer in gezicht. Oh, en binnenkort komt er trouwens ook nieuwe merch aan. Zie je deze hele mooie muts? Jij kan binnenkort ook deze hele mooie muts kopen. Hou in ieder geval mijn social media's in de gaten en zo. En dan weet je wanneer je ook zo'n coole mooie muts kan kopen. Toedeloe!